We staan hier bij Femme Photoshop in Ondiep. We spreken met Suzanne over het ondernemen op de Amsterdamse Straatweg. Hoe is het ondernemen hier op de Amsterdamse Straatweg en in Ondiep? Een uitdaging, maar superleuk. Waarom een uitdaging? Omdat er helaas altijd heel negatief over de Amsterdamse Straatweg gesproken wordt. En dat is gewoon iets wat de straat niet verdient en zeker de ondernemers geen recht doet. We zijn hier met heel veel kleine zelfstandige ondernemers. We staan hier elke dag allemaal met onze passie in hart en ziel te werken. En dan helpt het niet mee als er vanuit de gemeente of vanuit de media heel veel nadruk wordt gelegd op alles wat verkeerd is aan de straat. En in plaats dat je het benoemt, moet je ermee aan de slag. En wij ondernemers zijn elke dag aan de slag in onze winkels. En wij proberen vanuit die manier de straat elke dag een stukje beter en een stukje mooier te maken. Al 19 jaar, maar ik werk op deze plek al 28 jaar. En hoe zit dat dan precies? Ik ben bij de vorige eigenaar komen te werken. En toen hij besloot te stoppen hier, heb ik de zaak gekocht. Ja, er is een bekende uitspraak. Doe wat je leuk vindt, dan werk je geen dag in je leven. En dat is gewoon zo. Dus ik sta hier nog steeds, na al die jaren, met heel veel plezier. En elke dag is het nog steeds anders. En wat maakt het dan zo anders, Hedda? Wat gebeurt hier dan? De klanten. De klanten die zorgen voor de afwisseling en voor waarvoor ze binnenkomen en waar je ze mee kan helpen. En die maken het leuk. En merkt u ook een ontwikkeling van klanten vergeleken met 20 jaar geleden en nu? Nou ja, een ontwikkeling, een verandering is het meer. Ja, het publiek verandert en dat komt natuurlijk omdat de wijk aan het veranderen is. Maar aan de andere kant heb ik ook nog zo, gewoon, omdat je hier al zo lang werkt, heel veel mensen die hier als familie komen, waar opa en oma al van kwamen. Omdat deze plek, ik werk hier 28 jaar, maar de fotozaak bestaat al veel langer. Die is ergens in de jaren 40 gestart als Foto van de Boom. In 72 Foto Boekhorst geworden. En in 2005 is het Femme Photoshop geworden en ben ik dus de eigenaar. Dus op deze locatie aan de Amsterdamstraatweg is al heel erg lang een fotozaak gevestigd. En dat brengt een eigen klantenkring met zich mee. En als u zegt dat deze is veranderd de afgelopen jaren, wat bedoelt u daar wel precies mee? Nou, ik ben hier dus in de jaren 90 gekomen werken. En toen was de straat er eigenlijk heel slecht aan toe. Termen als Zwarma Boulevard, die kennen we allemaal wel. Dus ja, dat was toen echt wel heel, heel heftig en de straat was redelijk verloederd. Er is toen ook een herinrichting gekomen naar het straatbeeld wat we van nu kennen. Door de loop der jaren heen zijn er weer nieuwe zaken gekomen, nieuwe ideeën die weer een andere doelgroep aanboren en weer nieuwe dynamiek aan de straat brengen.